Het was allesbehalve een eenvoudige opdracht voor deze studenten. Bouw een robot die blijft hangen op een helling en die met allerlei obstakels een serie zonnepanelen schoonmaakt. 12 studententeams uit België en Nederland gingen de uitdaging aan in de Eindhovense binnenstad, maar zonder succes. Zoals je ziet waarschijnlijk in de wedstrijd, er zijn er maar heel weinig die veel panelen kunnen kuisen omdat ze afglijden of wegslippen. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk en ook combinaties van oplossingen. En het is vaak recht toe recht aan oplossingen die je geleerd hebt op school of dat iemand echt een out-of-the-box idee heeft om het een keer op een andere manier iets aan te pakken. Zolang je op het eerste paneel staat, ben je nog op straat, is het in theorie nodig. Er moet aan veel worden gedacht. De robot moet vast blijven zitten, geprogrammeerd worden en zelfstandig opdrachten uitvoeren. En het liefst zo snel mogelijk. En om dat voor elkaar te krijgen, daar komt wel wat kennis bij kijken. Je moet alle componenten integreren in één robot. En dan komt dus elektrisch, mechanisch en software komt samen. En om die drie dingen samen te gaan linken is best wel lastig. Als je te veel frictie hebt, blijf je wel plakken aan het paneel, maar dan kom je niet vooruit. Als je te weinig frictie hebt, val je naar beneden, maar dan heb je al genoeg kracht aan je wielen. Dus dat was het moeilijkste hieraan. De teams van Fontys en de TU gingen met lege handen naar huis. De uiteindelijke titel was voor de Universiteit van Leuven.